Hey, met Elko. Ik ben er dus niet meer. Ik ben overleden. Zoals je misschien hebt gezien en gehoord. Ilko wilde heel graag dood. En dat deelde hij graag met de buitenwereld. Hij wilde het plegen van euthanasie, dat een gevoelig onderwerp is, bespreekbaar maken. Gisteravond was de voorpremière van Het is goed zo. De vader en moeder van Ilko zagen hem ook. Ja, ik vind hem heel mooi geworden. Ja, hij is geweldig geworden. Ja, het is voor de eerste keer dat ik hem ook gezien heb zelf. Maar Nick heeft nog een ruwe versie gezien. Ik heb helemaal niets gezien van tevoren. Want ik had er schrik van. Maar het is 100% meegevallen. En ik ben er erg trots op. Het besef is er wel, maar ik kan me niet voorstellen dat ik morgen geen broer meer heb. Tranen in de filmzaal. Niet alleen bij familie en vrienden, ook de filmmaker was ontroerd. Dan word ik er ook weer doorgeraakt. Maar vooral omdat ik weet wie hier voor mij zaten, zeg maar. En op de kwetsbare momenten dat je weet dat Nicole er zit en dat hij het voor het eerst ziet. En dat er hele mooie dingen over haar gezegd worden. En dan zie ik haar breken en dan breek ik zelf ook. Ja, je moet eigenlijk vechten voor de dood van je kind. En dat is niet een normaal gevecht. En ik heb net toevallig de arts nog gesproken. En ik heb hem echt bedankt dat hij heeft kunnen doen waar wij als ouders niet toe in staat waren. En dat is onze zoon gelukkig maken en rust geven.